7 juni 1989, Suriname. Een toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM stort neer bij het dorp Sanderij, 40 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Van de 187 inzittenden overleven er slechts 11. Het is de grootste vliegramp uit de Surinaamse geschiedenis. De Surinaamse DC-8 was vertrokken vanaf Schiphol. In dichte mist heeft het vliegtuig 2 mislukte pogingen gedaan om een noodlanding te maken op het vliegveld van Paramaribo. De derde poging was fataal. De passagiers zijn voornamelijk Surinaamse Nederlanders op bezoek bij familie. Terwijl de camera's al draaien op Schiphol, weten veel achterblijvers nog niet wat er is gebeurd. Weet u dat? Dat is nieuws voor mij. Dat is nieuws voor mij. Ik neem aan dat u regelmatig SLM-passagiers incheckt. Ze zijn ingecheckt, die mensen. Vandaar dat wij, geschokt reageren. Op het hoofdkantoor van Suriname Airways wordt een crisiscentrum ingericht. Familieleden en vrienden van mogelijke slachtoffers kunnen daar terecht met vragen. Er is veel onduidelijkheid. Op dit moment hebben wij nog geen exacte gegevens uit Paramaribo ontvangen. Verdriet overheerst, zoals in café De Draver in Amsterdam-Oost, het stamcafé van het kleurrijk elftal, een voetbalteam van Surinaamse spelers in het Nederlands profvoetbal. Ze waren op weg naar Paramaribo voor een toernooi. Een deel van het team en de aanhang komt om bij de ramp. De bezoekers van Café De Draver hebben in totaal 70 mensen verloren. Oh, mijn broers en mijn moeder. Waar moet je nu terecht? Mijn moeder is er niet meer. Waar moet je nou terecht? Er zijn beschuldigingen aan het adres van SLM. Er is een aantal malen geconstateerd dat die vliegtuigen van de SLM niet deugen. Ze zijn meerdere malen afgekeurd. Ik wens dat dit tot de bodem uitgezocht wordt wat er allemaal aan de hand is. Want ik heb veel mensen verloren, onder wie mijn moeder en broers en zwager en neefjes. Nabestaanden willen naar Suriname om afscheid te kunnen nemen. We willen gewoon onze vrienden zien en gewoon afscheid nemen. Dat is alles wat we eisen. En dat eisen we van de SLM of van wie dan ook. Van de SLM, een vliegtuig van de SLM dat we met z'n 250 naar Suriname kunnen gaan om onze vrienden en onze familieleden de laatste eer te bewijzen. Boze nabestaanden bestormen het SLM-kantoor in Amsterdam. Weg met SLM! Na veel getouwtrek en hoog oplopende emoties komt Suriname Airways ze tegemoet. Aangekomen in Suriname worden veel nabestaanden niet veel wijzer. De identificatie van de slachtoffers komt maar moeilijk op gang. Er worden grove fouten gemaakt. Zo raken labels van dode lichamen zoek. En worden persoonlijke bezittingen van lichamen gescheiden voordat de identificatie kan beginnen. Uiteindelijk lukt het. Als alle lichamen zijn geborgen, begint een periode van rouw. Zowel in Nederland als Suriname zijn er herdenkingsdiensten. Wij wensen u alle sterkte en de hulp van boven. Waarom? Ik zou willen zeggen, Jerry, als je me nu kan horen, we houden van je.